Tine Guga, wordt het hier vanavond voor jullie een belangrijk feest? Een belangrijk feest? Geen idee. Wij hopen vooral dat het een heel gezellig feest wordt en wij zijn blij dat we nog eens buiten komen. Heeft ze te klagen? Heeft ze te klagen? Zij wel, ik niet. Zij komt bijna niet buiten. Zij is, ja, haar, zij hecht veel belang aan het moederschap en ik snap dat. En de verantwoordelijkheid die ze opneemt is zeer bewonderenswaardig. Dus ik probeer er wel van onderuit te muizen en dat lukt mij wel, maar zij kan dat niet. Mag niet. Guga, hoe belangrijk is 30 jaar VTM voor jullie? Hoe bedoel je voor jullie? Wat, voor mij in ieder geval superbelangrijk geweest, want een derde daarvan is voor tegen sterren op. Dus ja, ik heb alles aan That's It vooral te danken, maar ook uiteraard aan VTM. Maar in de eerste plaats aan That's It, die tegen sterren op gelanceerd heeft. En bij gevolg ook mezelf. En dus dankzij hen kan ik hier staan. En bij gevolg zijn wij met twee samen en bij gevolg hebben wij twee kinderen. Dus dankjewel VTM. Stel dat VTM niet had bestaan, hadden jullie dan een koppel geweest, ja of nee? Als VTM niet bestaan had, dan hadden wij elkaar waarschijnlijk niet ontmoet. Nee, tenzij dat jij had meegedaan in FC De Kampioenen of zo, dan misschien wel. Hè. Maar die kans was klein geweest. Ja, voilà. Dus dan ging ik waarschijnlijk in... ja, misschien ja, ik zei het bij de VRT of op Canvas aangeklopt hebben om een tegen de sterren op-achtig gegeven te creëren daar, wie weet. Maar dat is veel vraagtekens, dus gelukkig was VTM er op het juiste moment. Hè. Wat wensen jullie VTM nog toe? Nog 30 jaar. En vooral een gezond, dat is misschien stom, maar een gezond nieuwjaar. Maar je zegt dat tegen een kindje, maar je moet dat ook tegen een bedrijf zeggen. Voordat je het weet, gaat over kop en voilà. De centjes is altijd hetzelfde. Hè. Hopelijk mag televisie nog lang meegaan. Dat het niet alleen een online medium wordt. Maar ik vind televisie nog altijd heel gezellig. Dat is toch deel van het gezin, denk ik dan. Of toch de zinsbeleving, vind ik dat. Overdag. Kijk, zo serieus, hè. Hij heeft helemaal gelijk, hoor. Ik was gewoon aan het luisteren.